Voor Jacqueline Grol en Desiree Smits uit Callenzoog was de teleurstelling groot toen zaterdag werd besloten dat de Amsterdam City Swim niet door zou gaan. Maar lang bij de pakken neerzitten deden de dames niet. Ze bedachten direct een alternatief. We waren erg van de kaart, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind het heel vervelend voor alle donateurs. Je zet daar toch een prestatie tegenover. En dat is ook wel de reden waarom mensen je ook nog wel willen steunen. Dus wij hadden zoiets van, wat nu? En nu? En toen bedacht deze, die bedacht zich geen seconde en die zei, dan gaan we toch gewoon die 2 kilometer zwemmen in het oude veer. Ja, doen we dat. Want we gaan altijd trainen. We hebben hier vanaf mei bijna elke week in het open water getraind. Dus het is gewoon nog schoon. En het is schoon, dat is wel heel belangrijk, ja. Dus we hebben iedereen gemobiliseerd en daar zijn we nu. We gaan het gewoon doen. Alleen hier, in plaats van in Amsterdam. Water, would you help me one more time?